Yeah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma. Ik wil die dua zo mooi mogelijk doen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Het is een heel bekende dua die we altijd doen in het gebed. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wie zijn ali Muhammad? Ali Muhammad is de familie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ali Muhammad, net zoals in de Koran staat Ali Imran, hebben we het over de familie van Imran. In elk gebed groeten wij de familie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en we staan er veel te weinig bij stil. Allahumma salli ala Muhammad zeggen wij. Makkelijk, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. En dan later in het gebed zeggen we wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wat betekent dit eigenlijk? Wij zijn deze mensen aan het groeten. Wie zijn deze mensen? Deze mensen hebben een bijzondere status, zo bijzonder, zo verheven boven de rest van de mensheid, omdat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft gekozen om van Ali Muhammad te zijn. En om van Ali Muhammad te zijn, moet je niet alleen bloedverwant zijn met hem, maar moet je ook de juiste keuze gemaakt hebben om je bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan te sluiten. En dat hebben die mensen ook echt gedaan. En ik wil, middels dit verhaal, en een aantal van jullie hebben het mij ook al verteld, want we hebben lange pauze gehad vanaf Uthman. Een paar broeders zeiden echt tegen mij van, ik kan niet wachten op het verhaal van Sayyidina Ali, want Ali ibn Abi Talib, hij is de meest bijzondere van ze allemaal. Ik vind hem, ik hou zo erg veel van hem. En het lijkt vaak alsof als wij het hebben over de familie van de profeet, dat wij niet horen bij de mensen die wij als van Ahle Sunnah beschouwen. Hè? Van, alsof dat niet van de Sunnah is om van de familie van de profeet te houden. Het is wel subhanallah. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam die zegt zelf, wie van mij houdt, houdt ook van mijn familie. Wie van mij houdt, houdt ook van mijn familie. En dan, als ik jullie zou vragen, of als je een willekeurig persoon zou vragen, wie zijn de dochters van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Noem ze eens even op. Dan zie je dat veel mensen hun naam niet eens kennen. Als wij zullen zeggen van, wie is de vader van de profeet? Wie is de oom van de profeet? Wie is dit van de profeet? Wie is dat? Heel veel namen zijn niet bekend. Alhamdulillah zijn heel veel namen van de sahaba wel bekend. Alhamdulillah, zeker. Omar en Abu Bakr en al deze mensen, mogen Allah tevreden met ze zijn, zijn zeer bekend in onze umma voor een goede reden. Ali ibn Abi Talib daarentegen, is, of althans, ik zou moeten zeggen, ook Ali ibn Abi Talib, alhamdulillah, is een zeer bekende persoon in onze, onder onze mensen. Lekin, als we het hebben over Ali Muhammad, over het algemeen, de familie van de profeet, de mensen waarmee hij van wie hij het meest hield, waarmee hij was groot geworden, de mensen die hem hebben grootgebracht, de mensen die hem hebben opgevoed, de mensen die om hem geven, de mensen die, toen ze hem kwijtraakten, niet alleen een profeet kwijtraakte, of een leider kwijtraakte, of een vaderfiguur kwijtraakte, maar een echte vader kwijtraakte. En een neef kwijtraakte. Snap je? We hebben het hier echt over familieleden. Familiebanden die ongelooflijk sterk zijn. En dat maakt het verhaal van Ali ibn Abi Talib ook zo bijzonder. Want hij is de neef van de profeet. En niet alleen de neef van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is opgevoed door zijn oom Abu Talib, de vader van Ali. En Ali is opgevoed door Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dus het is een hele bijzondere band. En als dat niet genoeg was, Ali ibn Abi Talib trouwde met de dochter van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. De beste stel die wij ons kunnen voorstellen na de profeet en zijn vrouw. Ali en Fatima. En wat een bijzonder verhaal dat is. En inshallah zullen we het over hun hebben vandaag. En over een aantal andere familieleden. Want om Ali ibn Abi Talib te kennen, moet je zijn vrouw kennen. En om Ali ibn Abi Talib te kennen, willen we ook weten wie zijn kinderen zijn natuurlijk. Al-Hassan en Al-Hussein. Wie de profeet Mohammed s.a.w. heeft genoemd, Sayyida Shababi Ahlil Jannah. De heren, bij wijze van de jongeren van Al-Jannah. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons van Ahlil Jannah maken. Amin. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, we hebben vorige keer en vorige keren al verteld hoe de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in het begin de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala kreeg en de opdracht kreeg om de meest dichtstbijzijnde mensen op te roepen naar al-islam. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Ik heb dit een aantal keer genoemd, maar ik wil het een aantal keer ook echt expres noemen, omdat wij telkens weer vanuit een ander perspectief kijken naar de familie van de profeet. We hebben het gehad over een familielid die Allah heeft vervloekt. En zijn naam is Abu Lahab. Abu Lahab, die
op het moment dat de profeet Mohammed sallam de opdracht kreeg, wa anzir ashiratak al-aqrabin, deed hij de oproep naar twee personen waar hij begon. Hij deed de oproep naar zijn tante, Safiya bint Abdul Muttalib. En hij zei tegen haar, ja Safiya bint Abdul Muttalib. Safiya is zijn favoriete tante. Safiya is zo close met de profeet Mohammed sallam. Hij heeft zo'n goede band met haar. En Safiya is de moeder van niemand minder dan de sahabi Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu an, is de neef van de profeet. Wat ook heel veel mensen vergeten. Hè? Als we het hebben over Al-Bayt, moeten we wel over alle Al-Bayt hebben. Zubayr ibn al-Awwam is familie van de profeet Mohammed sallam. En hij is een van de 10 namen die zijn genoemd door de profeet Mohammed sallam in 1 hadith dat ze naar de Jannah zullen gaan. Zo'n status had deze man. Zubayr daarnaast was ook nog eens een kampioen. 1-op-1 zou je niet vechten met deze man. Net zoals Ali. Maar we gaan daarover praten, inshallah. Hij riep, ja Safiya bintu Abdul Muttalib. En ja Fatima bintu Muhammad. Deze twee namen noemde hij. De meest dichtstbijzijnde mensen bij de profeet Mohammed sallam van zijn familie die geen moslim waren op dat moment. En hij zei tegen hen, inni la amliku lakum min Allahi shay'a. Ik kan niks voor jullie doen tegenover Allah yawm al-qiyama. Als, dus met andere woorden, hij deed hier de eerste da'wa, de oproep. En we hebben het gehad over de persoon die toen deze oproep werd gedaan door de profeet Mohammed sallam hem had uitgescholden, Abu Lahab. Abu Lahab had 2 zoons. Ook neven van de profeet dus. Utba en Utayba. Hij was ook niet creatief met namen. Utba en Utayba waren verloofd met de 2 dochters van de profeet Mohammed sallam. En dat waren Ruqayya en Umm Kulthum. Dus de profeet heeft 2 dochters, wiens namen zijn Ruqayya en Umm Kulthum. En toen de profeet Mohammed sallam begon met deze da'wa, toen wou Abu Lahab dit eigenlijk niet meer. Maar subhanallah, je ziet, het was een rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. Want de profeet Mohammed sallam zou ook niet willen dat een persoon die vervloekt is door Allah, dat zijn dochters met zijn zoon trouwen. En ze waren verloofd. En Abu Lahab had de band met hun gebroken. En die zei, mijn zoons gaan niet meer met hun trouwen. De profeet Mohammed sallam had nog een dochter. Dit is de oudste van ze allemaal. Haar naam was Zainab. Kijk, mashallah. Zainab was haar naam. Dus, de 4 dochters van de profeet. De oudste is Zainab. Daarna Ruqayya. Daarna Umm Kulthum. En daarna Fatima bintu Muhammad. Mocht Allah tevreden met ze allen zijn. Deze 4 dochters, allemaal waren ze geboren voordat de profeet Mohammed sallam zijn da'wa kreeg. Zijn risale kreeg, sorry. Voordat de da'wa begon, voordat hij een profeet werd. Dus voor zijn 40ste. Fatima, de jongste van ze allemaal, was geboren 1 jaar of 3. Allahu a'lam hoeveel precies, maar ongeveer 3 jaar voordat de profeet zijn da'wa ontving. En dan had een broeder, ik weet niet meer wie dat was, die vroeg de vorige keer van, hoe was het dan in het begin? Toen je zei, Ali ibn Abi Talib, die zag het gebed en die zag de risale en die zag die dingen gebeuren. Hoe was het dan precies in het huis? Kijk, deze details, Allahu a'lam, hebben we niet volledig meegekregen. Maar dat is ook het interessante hieraan. Hè? De profeet Mohammed sallam, als je het verhaal leest, dan lijkt het alsof elke persoon de meest belangrijke persoon is voor de profeet. Zo geweldig is de profeet. Als hij met iemand zit of met iemand praat, hij geeft hem het gevoel dat hij de meest belangrijke persoon in de ruimte is. Of überhaupt die bestaat, subhanallah. En zo zie je de hadith van Amr ibn al-As, die zichzelf zo erg geliefd voelde door de profeet, dat hij zei, ja Rasulallah, wie is de meest geliefde voor jou? En hij bleef doorvragen om zijn eigen naam te horen. En de profeet die bleef haar namen noemen en toen dacht hij, weet je, laat maar. Maar de profeet Mohammed sallam, die gaf iedereen ook echt het gevoel dat ze de nummer 1 waren. En zo dus ook, subhanallah, daarom dat ook zoveel mensen die verhalen vertellen, alsof ze zo close waren met de profeet. En dat is ook een karaktereigenschap van een echte man. Dat je niet weg wilt bij die persoon. Dat je naar hem opkijkt en dat hij jou belangrijk laat voelen. En dat is echt iets, broeders, moeten we echt leren kopiëren van de profeet Mohammed sallam. En dat geldt ook voor de zusters. Het is iets wat van nobele karakter is, van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zijn 4 dochters, zijn 3 dochters waren al op leeftijd toen de profeet Mohammed sallam de risale kreeg. Behalve Fatima. Fatima was toch een kleine baby. 2-3 jaar oud, Allahu a'lam hoe oud ze precies was. Maar het was in haar eerste jaar in haar leven. De profeet Mohammed sallam, zoals we al weten, hij was
toen hij trouwde met Khadija, alhamdulillah, financieel had hij het best goed. Want Khadija was een hele rijke zakenvrouw. En toen de dawa erbij kwam, hoefde de profeet ook niet te werken. Hij kon volledig focussen op de dawa. Maar in het zesde jaar van de dawa overleed Abu Talib. En een aantal dagen daarna overleed Khadija. Twee meest belangrijke personen, of nee, niet de meest belangrijke, maar laat ik zeggen, de twee steunpilaren van de profeet. Abu Talib was degene die de profeet beschermde tegen alle kwaad en alles wat de mensen deden tegen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Broeders, kom maar hier naar de voorkant alsjeblieft. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die werd beschermd door Abu Talib, buiten. Dat mensen hem niet fysiek gingen aanvallen. Dat mensen hem niet gingen, dat ze geen erge dingen tegen hem deden. En Abu Talib was degene die achter, eigenlijk voor de profeet stond, zodat, om hem te beschermen. Hij kwam te overlijden. Khadija, er wordt gezegd 3 dagen, maar Allahu alam hoeveel, maar het was een korte periode. Na de dood van zijn lieve oom, die zo dicht bij zijn hart stond, en die hij spijtig genoeg niet heeft kunnen helpen om de islam te accepteren, stierf zijn lieve vrouw, Khadija. Degene die hem de emotionele steun gaf. Dat als de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kapot en gebroken thuis kwam, van de dawa die hij de hele dag aan het doen was en iedereen die hem maar aan het afstoten was en niks van hem wou horen en hem maar, subhanallah, soms kan het zo zijn dat alleen maar zo vies worden aangekeken, kan al iets met je doen, subhanallah. En je weet het, we zijn maar mensen. We zijn maar mensen, subhanallah. Hoeveel moet jij op een dag tegen je krijgen van mensen die tegen je schreeuwen, die zo vies naar je kijken, dingen naar je roepen, wat dan ook. En dan komt hij thuis en dan is zijn lieve vrouw daar voor hem. En dan zit ze met hem en dan praat ze met hem. En dan zegt ze, het komt goed, ja Mohammed, jij bent de Rasulullah, Allah staat aan jouw kant enzovoort. En die geeft hem die comfort. Nu zijn oom weg is en nu hij, subhanallah, je zou net kunnen zeggen, de dagen om te rouwen zijn net voorbij, sterft zijn eigen vrouw. En is hij die kwijt. En subhanallah, de dochters van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat waren nog eigenlijk het enige wat hij had. Zainab, die was ondertussen al getrouwd. Ruqayya en Umm Kulthum, die waren al wat ouder. En dan had hij nog zijn kleine dochter, Fatima, bintu Mohammed. Mag Allah tevreden met haar zijn. Al-Kamila, al-Zahra. Fatima was degene die de rol, subhanallah, die de rol van Khadija ging. En toen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, en ze was nog maar een jong meisje. 8, 9, 10 jaar. Jong meisje die voor haar vader moest zorgen. En zij was degene die haar vader ging troosten. Zij was degene die met haar vader ging zitten. En dit zorgde voor zo'n goede band. Tussen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn dochter Fatima. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, nu Abu Talib dood is. Hadden sommige kuffar van Quraysh het gevoel dat ze vrij spel hadden met hem. Dus dat betekent, omdat hij nu geen bescherming meer krijgt van Abu Talib, kunnen we nu een stapje verder gaan. We kunnen nu ergere dingen tegen hem doen. Niet tegen de moslims breed, maar specifiek tegen hem, de profeet zelf. Gewoon om hem pijn te doen. En dat is wat ze wouden. Dus kwam Abu Jahl, de vervloekte persoon, die zegt tegen Utba ibn Rabi'a, mag Allah hem vervloeken. Die zegt tegen hem, wil je Mohammed echt vernederen? Ik heb iets leuks voor jou. En die komt met een duivelsplan. Echt, Jahannam, deze jongens, ik zou echt genieten als ik daarin zit. Deze mensen, wat zeggen ze? Wat zei hij tegen Utba, tegen deze vieze vriend van hem? Hij zegt tegen hem, slacht een kameel en haal alle vieze ingewanden eruit. En helaas, ik ga jullie wat details geven, zodat je het echt even kan inschatten wat ze hebben gedaan tegen de profeet. Ze halen alle vieze ingewanden eruit, met alle bloed en slijm die erin zit. En dat is zwaar, het is geen schaap, het is al zwaar bij een schaap, het is een kameel. Het is groot. Het heeft meerdere magen. Er zitten van alles nog wat daar in dat lichaam. Ze halen het allemaal eruit. Ja? En ze zeggen, als hij aan het bidden is, dan loop je naar hem toe en dan gooi je het allemaal op hem als hij in sujoed zit. En dat is echt heel wat kilo's. Het is niet licht. En Utba, deze vervloekte persoon, die heeft deze weddenschap echt aangegaan, of is deze uitdaging echt aangegaan. En hij heeft al die vieze ingewanden gepakt. En toen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam bij de Kaaba zat te bidden en hij ging in sujoed, toen kwam hij met zijn vervloekte handen en legde hij al die viezigheid op de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die ver verheven boven het staat. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die
kon niet opstaan uit zijn sujoed van hoe zwaar het was. Besef even hoe erg het is. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, deze sahabi, die zelf heel vaak al was, in elkaar was geslagen op dit moment bij de Kaaba, omdat hij gewoon da'wa bleef doen en hij was maar een klein mannetje. Maar subhanallah, echt een leeuwhart. Die zag dit gebeuren en die dacht, oké, ik moet hulp gaan zoeken. En uit paniek wist hij niet waar hij naartoe moest gaan. Dus hij rent naar het huis van de profeet. En wie treft hij in het huis van de profeet? Hij treft Fatima. Fatima is nog maar een klein meisje. 9, 10 jaar oud. En hij zegt, Rasulullah is aangevallen bij de Kaaba. En er zitten allerlei ingewanden op hem. En paniek en alles. Fatima komt rennend en huilend naar haar vader toe rennen. En dit is iets, als vader zou je nooit willen dat je kinderen je zo zien in deze situatie. Je zou niet eens willen zien dat, als kind zou je niet eens willen zien dat er tegen je vader geschreeuwd wordt. Laat staan dat, subhanallah. En zij als kind komt zo rennen en ze begint, terwijl al die Mekkanen daar om de profeet heen stonden en uitstonden te lachen en alles. Toen kwam Fatima bint Mohammed. Dan moet je even begrijpen, yani, waarom Fatima zo een status heeft en een liefde heeft van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Ze komt en ze begint met haar kleine handjes miskina alles eraf te halen en huilend. En ze komt bij haar vader en ze zegt, en haar vader die kijkt haar aan en die wil eigenlijk niet dat ze haar ziet, of dat zij dit ziet. En de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die draait zich om en hij ziet zijn lieve dochtertje huilen, in pijn, haar vader zo vernederd zien. Het is pijnlijk om mee te maken. En de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die veegt haar tranen weg. En die zegt, onze profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die zegt tegen haar, La tabki ya bunayyati. Sorry. Hij zegt tegen haar, La tabki ya bunayyati. Inna Allah nasirun abaki. Allah subhanahu wa ta'ala gaat jouw vader overwinnend maken. Laat heb je abonneert, zegt hij. Niet huil niet, zegt hij tegen haar. Onze profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, heeft zoveel moeten meemaken. En hier is zijn kleine lieve dochtertje, die hij zo graag wil beschermen, met alles wat hij heeft. Hij is zijn vrouw kwijtgeraakt. En hier is hij zijn oom kwijtgeraakt. En hij heeft alleen nog haar. En hij zegt tegen haar, ja abonneert, laat heb je, huil niet. Allah zal de overwinning aan je vader geven. Die iman die de profeet had. En kijk, hij is de profeet, dus hij moet die iman hebben. Maar hij spreekt het ook hier bij zijn volgelingen in, want dit ziet de rest ook. Hij zegt tegen haar, huil niet. En hij gaat met haar naar huis. En zij is helemaal kapot van wat ze heeft gezien. Want normaal gesproken was Khadija degene die de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam steunde. En hij zegt tegen haar, Kayfa tajudinaki ya bunayyati, hoe voel je je, o mijn dochter? Ze zegt, inni lawajja, ik heb pijn, o profeet, ik heb pijn. En hetgeen wat het erger maakt, is dat ik geen eten heb om te eten. Ik heb honger. En de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die subhanallah nog jaren daarvoor in rijkdom leefde. Fatima is niet groot geworden in rijkdom. Zij heeft die jaren niet meegemaakt. Besef ook waar zij in is opgegroeid. Hoe Fatima groot is geworden. Zij is in deze moeilijke tijden groot geworden. En ondanks dat bleef ze geloof hebben in haar vader. En bleef ze, subhanallah, ik hoorde ook iemand hier een opmerking over maken. En die zegt, in de moderne tijd, als een vader door zulke moeilijke dingen gaat om keuzes die hij zelf maakt, gaan de kinderen meestal afstand doen van hetgeen wat de vader aan het doen is. Het is allemaal de schuld van dat domme ding dat je wilt doen, zeggen de kinderen dan meestal. Maar Fatima niet. Fatima die bleef achter haar vader staan. Ondanks alles wat gebeurde, zij was zijn steunpilaar. Zo erg dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam op een gegeven moment haar noemde Fatima ummu abiha, de vader van haar moeder, de moeder van haar vader. Ummu abiha, zij is de moeder van haar eigen vader. Zij was de moederfiguur voor de profeet, maar het is zijn dochter. Zij was degene die voor hem zorgde, voor hem kookte, eigenlijk alles voor hem deed. Als klein meisje, subhanallah. Ze was al zo groot geworden in haar doen en denken. En haar handelen met de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En dit is zo'n bijzondere kwaliteit van Fatima. Fatima bint Mohammed, op dat moment toen ze zei, ja Rasulullah, ik heb honger. Toen zei de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Kayfa anti ya bunayyati? Kayfa anti ya bunayyati? Kayfa anti ya bunayyati?
وأنت خير نساء هذه الأمة, zegt hij. En jij bent, hoe voel je je, oh Fatima, als ik jou zou zeggen, jij bent de beste vrouw van deze Umma. En kijk dit kleine meisje dat in tranen zit en zegt, als ik de beste ben, wie is Maryam dan? MashaAllah. Allereerst de bescheidenheid. En alle tweede, MashaAllah, die hersenen van haar. De kennis die ze heeft. Ze zegt, als ik de beste ben, wie is Maryam dan? Maryam, de moeder van de profeet Isa. Dan, toen zei de profeet Mohammed sallam, tilka khayru nisa'i ummatiha. Wa Khadija khayru nisa'i ummatiha. Wa anti, ya Fatima, khayru nisa'i ummatuki. Jij bent, Fatima, Maryam is de beste vrouw van haar umma. Wa khayru nisa'i al-alamin zahadana. En de beste vrouwen van de hele wereld, bij wijze van. En Khadija is de beste vrouw van haar umma. En jij, o Fatima, bent de beste vrouw van jouw umma. En de profeet Mohammed sallam heeft in een andere hadith ook gezegd, de vier beste vrouwen die er zijn Maryam, ibnatu Imran, en Asia, de vrouw van Firaun, die haar iman perfect heeft gemaakt. En zij is genoemd in de Koran. En dan Khadija bintu Khuwaylid, als degene die als eerst de risala van de profeet heeft geaccepteerd. En hem heeft gesteund. En Fatima bintu Mohammed. Dan is de vraag die je kan stellen. Hoezo niet die drie andere dochters? Allahu a'lam. Een van de oorzaken die we misschien zouden kunnen geven hieraan, is dat Fatima allereerst groot is geworden in deze moeilijkheid. Fatima heeft de makkelijke tijden bij wijze van de profeet niet meegemaakt. Dat kan een reden zijn. Allahu a'lam, we zeggen niet dat dat het per se is. Maar Allah subhanahu wa ta'ala die geeft en neemt van wie hij wil. En hij heeft hierbij Fatima een verheven status gegeven. En heeft haar de persoon gemaakt die het dichtst bij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was. En zij was dus ook degene die, logisch omdat ze de jongste was, het laatst was getrouwd. Maar als het gaat om Ruqayya en Umm Kulthum, Ruqayya was kort nadat haar verloving was geëindigd met Utba, trouwde ze met iemand anders. En dat is een andere held die we hebben behandeld. Wie was dat? Uthman. Ik word het al gefluisterd, mashallah. Uthman ibn Affan, radiyallahu anh, die trouwde met de dochter van de profeet Ruqayya. En dat verhaal hebben we in detail ook behandeld in het leven van Sayyidina Uthman. En toen bleven dus Umm Kulthum en Fatima over als ongetrouwde dochters van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, kort voordat hij hijra had gedaan, toen stuurde hij een aantal vrouwen van zijn familie om naar Medina te gaan. Dus zij vertrokken nog voor de profeet. Daaronder was Fatima, die samen met haar zus Umm Kulthum en samen met de vrouw van Abu Bakr as-Siddiq en Aisha waren vertrokken naar Medina. En dan voor degene die oplet, de andere dochter van Abu Bakr as-Siddiq, Asma binti Abu Bakr, was wel gebleven. En dat waren om andere reden, dat hebben we weer behandeld in het verhaal van Abu Bakr as-Siddiq. Maar het punt is, de dochters van de profeet, die deden de hijra kort voordat de profeet naar Medina ging, gingen zij. Uthman en Ruqayya, die waren nog daarvoor vertrokken naar Ethiopië of Abyssinië. Het koninkrijk van Ethiopië, die hebben daar de hijra daar naartoe gedaan en zijn daarna teruggekeerd naar Mekka en daarna de hijra gedaan naar Medina. Oké. Eenmaal aangekomen in Medina. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staat daar. Nou, ik moet nu even zeggen, ik zat wel in een dilemma van hoe ik van hier verder moest gaan. Zou ik het chronologisch verder pakken of zou ik even bij de persoon verder pakken? Ik weet van jullie, vooral voor de jongens, jullie willen heel graag van die battles en dat soort dingen horen. Of we kunnen gewoon verder gaan over het verhaal van Fatima zelf. Wat willen jullie horen? Vechten, ik wist het wel. Nee, ik ga jullie een klein beetje teleurstellen. Als we tijd hebben, gaan we het hebben over het gevecht. Maar inshallah, we gaan verder over iets wat veel belangrijker is. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Hij is natuurlijk de hoofdrolspeler in dit verhaal. Hij kwam aan in Medina en de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die heeft al-Ughuwa voor hem gedaan met Sahl ibn Hanif. Hij heeft hem gepaard bij wijze van, we zeiden dat alle mannen daar zo in paren werden verdeeld. Eentje van de muhajirin, de mensen die de hijra hebben gedaan, en eentje van de ansar, degene die de muhajirin hebben ontvangen. Die moesten dan mekaars broer worden bij wijze van en die deelden dan met elkaar
En zo hielpen ze elkaar. Het was een hele immigratiemodel die de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam had geïnstalleerd daar. En Ali ibn Abi Talib was dus gepaard met Sahl ibn Hunayf. Hij was op dit moment 23 jaar oud. 23 jaar oud kwam hij aan in Medina. En ik moet zeggen, 23 jaar oud, en ik vraag me eigenlijk af, en het is mijn eigen analogie die ik hierbij maak, dus dat wil ik wel even erbij vermelden. Ali ibn Abi Talib staat heel bekend om zijn lichaamsbouw en hoe sterk hij was en hoe hij ongeslagen was in alle duels. Waar heeft hij dat geleerd? Want in Mekka is er geen enkele verhaal bekend van dat hij op de vuist is gegaan met iemand. Althans geen authentieke overleveringen. En is er geen enkele verhaal bekend van dat hij mee heeft gedaan aan een slagveld. Dus de eerste slagveld die Ali ibn Abi Talib heeft meegemaakt is bij Badr. Maar het kan niet anders dat zo'n kampioen, Allahu alam, er zijn gewoon twee dingen mogelijk. A, hij was zeer talentvol en had gewoon superveel talent voor vechten. Dat is een aanname die we kunnen maken. Gewoon het talent. Ik denk dat talent zelf niet genoeg is. Ik denk dat het ook misschien meekomt met observatie. Dat hij veel mensen heeft zien vechten en daarvan heeft geleerd. En zelf wat dingen heeft uitgeprobeerd waar niemand bij was. Allahu alam. Dat is dus één. Twee is dat hij wel heeft gevochten. En dat hij wel bij wijze van een training heeft gehad van iemand anders toen hij klein was. En dat hij het op deze manier had geleerd. Allahu a'lam waar de waarheid ligt, dat weten we niet. Maar feit is wel, Ali ibn Abi Talib heeft nooit een duel verloren. 1-1, nooit verloren. En als commandant, nooit verloren. Als zijn leger vocht, altijd had hij gewonnen. Dus dat is een feitje die je kan weten over Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, die, zoals we al zeiden, zijn eerste slagveld was de slag van Badr. De moslims, nadat ze aankwamen in Medina, een aantal jaar daarna, details daarvan kan je vinden in de les van over de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de slag van Badr. Ik geef jullie een korte context, zeg maar. Allah subhanahu wa ta'ala, die liet het vers openbaren. Udhina alladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Toestemming is gegeven aan degene die zijn verdreven uit hun huizen omdat ze hebben gezegd, Allah is mijn Heer. Dus dat is duidelijk voor de moslims. Het vers kan heel erg raar overkomen voor mensen. Voor de moslims was het duidelijk. Wij hebben toestemming, want de moslims hadden geen toestemming om te vechten voor hun geloof. Pas toen dit vers was geopenbaard. En de moslims die vertrokken voor de slag van Badr. Over de slag van Badr, zonder in te veel details te gaan. De slag van Badr, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die had een aantal mensen van zijn, of althans een aantal van de Ansar, een aantal van de Muhajirin meegenomen. Ongeveer 300 mensen was het leger. Een kleine legertje eigenlijk kan je zeggen. Tegenover het leger van Mekka van meer dan 1000 man. Of ongeveer 1000 man kunnen we zeggen. En deze slagveld is natuurlijk heel bijzonder omdat niemand had verwacht dat de moslims zouden winnen. Dus dat is al gelijk de spoiler. Maar dat kunnen jullie wel verder kijken in dat andere gedeelte. Het belangrijke is onze hoofdpersoon. Ali ibn Abi Talib. Wat is zijn rol in de slag van Badr? In de slag van Badr kwamen de kuffar naar voren en er kwamen drie mensen van de kuffar naar voren, van Quraysh. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ze wouden gaan duelleren met de moslims. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam stuurt drie van de Ansar naar voren. En de Ansar, het waren niet zomaar Ansar, het waren grote namen van de Ansar, waaronder Sa'd ibn Ubadah, die gewoon Sayyid al-Ansar was. Hij was de Sayyid van hun, hij stond op nummer 1. Sa'd ibn Ubadah kwam naar voren en twee anderen van de Ansar. En de profeet Mohammed, of de kuffar, die vragen, zeggen, meneer Rahd, wie zijn deze mensen? Wie zijn deze drie? En dan zeiden ze, Rahd om in al-Ansar, wij zijn drie van de Ansar. Toen zei hij uit zijn hoogmoed, zei hij, wij vechten niet met zomaar mensen. Stuur ons, hij zegt, ekifa'ana. Dus stuur ons mensen die van onze niveau zijn. Echte arrogantie, subhanallah. Hij weet, misschien word ik afgemaakt, dus hij wil niet afgemaakt worden door zo iemand. Dus de profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die stuurt drie namen naar voren. Allereerst was de leeuw, Hamza, zijn oom. Hamza ibn Abd al-Muttalib. Dat is de eerste die hij naar voren stuurt. En die andere was Ubaidah, zijn eigen neef, stuurt hij naar voren. En de derde was Ali, die op dit moment 23, 24 jaar oud was. Jonge gozer. Kom naar voren. Voor zover bekend, zijn eerste duel volgens de boeken van de Sunna. Nogmaals, was het echt zijn eerste ja of nee? Allahu alam.
Wat we weten, hij is een gespierde man, hij is sterk, hij weet hoe hij moet vechten. Ali ibn Abi Talib had een zwaard gekregen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dhul-Faqar. Dat is een zwaard met twee punten. Misschien wel bekend bij veel mensen als Zulfikar. Veel Turken, Pakistanen, Afghanen, Iraniërs hebben die. Het is geen heilige zwaard. Laten we daar even. Het is geen heilige zwaard, die kan hem ook maken. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft hem als cadeau gegeven aan Ali ibn Abi Talib. Het is een tweepuntige zwaard. Tweepuntige zwaarden bestonden ook daarvoor. Dus alsjeblieft, het is geen zwaard. Je kan hem niet aanbidden. En de zwaard die staat in de Topkapi-paleis in Istanbul is niet. Allahu alam. Kijk, ik ga nu gelijk aannames maken. Allahu alam. Het is lastig om te geloven dat een zwaard 1400 jaar zo intact blijft en je kan er bijna gewoon alles mee snijden. Allahu alam. In elk geval, het punt is, hij had een hele. Twee punten eigenlijk, niet één punt. Dus hij had een tweepuntige zwaard en dat was Dhul-Faqar. Dhul-Faqar was de zwaard die hij had gekregen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus er wordt gevraagd vanuit de kuffar, meneer Rahat, wie zijn deze drie? En dan staan ze op en dan zeggen ze Hamza. En die andere zegt Ubaida. En die andere zegt Ali. En toen zeiden de kuffar, Akifaun. Of ja, Akifaun Kiram. Ze zijn van onze level en het zijn nobele mensen. Zelfs de kuffar zeggen het. Weet, dit is Ahlul Bayt. Dit is de familie van de profeet. Zelfs bij de kuffar had deze familie een status. Deze mensen waren gewoon, hij zegt, nobele mensen. Zelfs deze kafir moest dat toegeven. En toen begon de battle. Hamza ibn Abd al-Muttalib, piece of cake. Deze man heeft al een carrière van battles achter de rug. Het was één slag kwam tegen zijn zwaard en de andere was op de nek van de vijand. Gelijk. Ubaida bleef doorvechten. En Ubaida, subhanallah, Ubaida raakte zijn tegenstander, vermoordde hem, maar werd zelf heel erg slecht geraakt, waardoor hij terugkwam bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En hij lag en hij zei tegen de profeet, subhanallah, kijk waar de sahaba aan denken. Hè? Hij zegt, ja Rasulallah, telt dit wel? Ben ik nu wel shahid of niet als ik zo overleef? Mashallah. Kijk, subhanallah, kijk waar hun prioriteiten liggen. Ben ik nu wel shahid? Ga ik nu wel naar de Jannah? Dat is waar ze aan denken, subhanallah. En dus zo zie je, en de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt tegen hem, als je komt te overlijden hierdoor, je bent shahid bi-idnillahi ta'ala. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons verenigen met deze held. En voor Ali ibn Abi Talib, onze hero in dit verhaal. Kijk, ik ben heel erg geneigd om te geloven dat hij Dhul-Faqar had gebruikt, omdat die zwaard ertussen kwam, dat hem draaide en dat hij brak die andere en dat hij in die ogen stak en dat soort dingen. Allahu a'lam. Dat zijn verhalen waar te veel wordt overdreven. Kijk, één ding staat vast. Het was een makkie voor Ali ibn Abi Talib en hij had hem in twee slagen afgemaakt. Het staat vast, Ali had het duel gewonnen. Geen die zweven en zijn oog eruit prikken. Kijk, dat zijn verhalen die worden verteld. Beste broeders, weet natuurlijk, Ali is ook een symbool voor een groep mensen waar we misschien niet te veel over gaan praten. Maar ja, ze overdrijven heel veel in hun verhalen. Daar zijn ze heel goed in. Maar het punt is, Ali ibn Abi Talib hierin had zijn kracht laten zien. En natuurlijk ook het vertrouwen van de moslims gewonnen hierbij. En zij zagen hem als iemand die wist hoe hij moest vechten in elk geval. Hij gaat vanzelf door met opnemen. Dus, huh? Oh, oké. Okay, prima. Ja, Muhammad Rasulullah. Ali ibn Abi Talib kwam terug. Nu, dus in mid 20er jaren. En hij wil nu gaan trouwen. Hij kijkt om zich heen. Intussen zijn er een aantal namen, grote namen, onder de sahaba geweest bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam voor een speciaal verzoek. Ze zijn geweest. Ik ben één ding vergeten, beste broeders. Even terug. Op de dag dat Badr was gewonnen, was het een grote feest. Maar voor de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ook een dag van rouw. Want hij was zijn lieve dochter, Ruqayya, kwijtgeraakt. Sayyidina Uthman ibn Affan was daarom ook niet meegegaan naar Badr. Dat hadden we ook in zijn verhaal genoemd. Sayyidina Uthman ibn Affan was niet meegegaan omdat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hem toestemming had gegeven om bij Ruqayya te blijven. En Uthman ibn Affan was hier op dit moment zijn vrouw kwijtgeraakt en de profeet zijn dochter. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam na Badr was hij Ruqayya kwijtgeraakt. Zainab was er, Umm Kulthum was er en Fatima was er. Of Uthman en Umm Kulthum eerder waren getrouwd dan Ali en Fatima, dat weet ik niet zeker. Daar zijn enige meningsverschillen over. Punt is,
Er zijn wat grote namen geweest bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq, onder andere. Omar ibn al-Khattab, onder andere. Die de hand kwamen vragen van niemand minder dan Fatima bint Mohammed. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die wees hun af. Natuurlijk op een beleefde manier. Hij had hen afgewezen. En het verhaal gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. De profeet wijst Abu Bakr en Omar af voor bij Fatima. Wie zou hij nou in gedachten hebben? En Allahu a'lam of hij dit ook direct aan Abu Bakr en Omar had verteld. Maar het bericht kwam wel, onder andere via Ummu Ayman. Onder andere wordt ook gezegd, Abu Bakr as-Siddiq zelf, die naar Ali was gegaan. En allebei zeiden ze tegen hem, ga je nou niet een keer langs bij de profeet? En zegt hij, waarom? Je wilt toch trouwen? Hij heeft een dochter. Ah, hij heeft Abu Bakr en Omar afgewezen. Wat gaat hij mij accepteren? Kijk, subhanallah. Dat is ook bescheidenheid. Wallahi is een teken van grootheid. Dat men zichzelf niet gewoon daar gaat ophemelen en opblazen. Hij zegt, hij heeft Abu Bakr en Omar afgewezen. Waarom zou hij mij accepteren? En dan zegt hij van, hij heeft plannen. Allahu alam, ga gewoon. Dus er is duidelijk wel iets dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam misschien heeft laten vallen. Hij heeft iemand in mind. Hij wil dat zijn dochter met iemand gaat trouwen. En hij heeft Ali voor haar al in mind. Dus Ali ibn Abi Talib, nadat hij een aantal keren werd gepusht door verschillende van de sahaba, verschillende van de gemeenschap. Yalla, yalla, ga even langs bij de profeet. Wie weet, misschien toch. Ja, kijk, iedereen wil het, hè. Iedereen zou het willen, hè? De dochter van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Waarom zou je nou niet... Ja, het is een grote eer. En subhanallah, het is een van de redenen, dat zegt de profeet in de hadith. De mannen kiezen de vrouwen voor vier dingen. Ja, voor hun schoonheid, voor hun geld, voor hun nesab, ja, voor hun familienaam, bewijzen van waar ze vandaan komen, status, goed zo, en voor hun geloof. Fadfir bidati dini taribatirak. Dan zegt de profeet, hou vast aan het geloof en je zult winnen. Dat betekent niet per se dat je lelijke, arme en geen statusvrouw moet hebben. Nee, dat is niet per se wat er wordt gezegd. Maar er wordt gezegd, als de dien nummer 1 staat, is alles wel, al het andere wat komt, inshallah, wel goed. In elk geval. Dus haar status speelt een hele grote rol. Fatima daarentegen is ook niet de lelijkste. Fatima, volgens de beschrijving, is een zeer, zeer knappe vrouw. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala haar zeggen. Fatima bint Mohammed, dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, had dus plannen voor Ali ibn Abi Talib. En Ali, die ging. En het is zo mooi, want deze hadith van hoe Ali ibn Abi Talib is gegaan, wordt overgeleverd door niemand minder dan al-Hassan ibn Ali. Gewoon een how I met your mother story. Hij is aan het vertellen, dit is hoe mama en papa elkaar hebben ontmoet. Hassan, subhanallah, vertelt deze hadith dus. En hij zegt, Ali ibn Abi Talib kwam bij de profeet. En subhanallah, van de schaamte die hij had voor de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, om de hand van zijn dochter te vragen, subhanallah, kon hij geen woord zeggen. En hij kwam binnen. Dus hij zegt, mag ik binnenkomen? Wie is daar? Ali, ja, kom maar binnen. Hij gaat zitten. En hij is stil. En Ali ibn Abi Talib, het is heel bekend dat Ali ibn Abi Talib zeer eloquent is. Hij kan zeer mooie woorden en mooie gedichten oplezen. En mashallah, wat een prachtige dichter is Ali ibn Abi Talib dan niet. Maar hij kwam gewoon niet, hij kon geen enkel woord uit zijn mond krijgen. Dus de profeet, die natuurlijk weet van wat hij komt. Dus de profeet die zegt tegen hem, is er iets, ja Ali, waarvoor ben je gekomen? En het leukste nogmaals is dat deze hadith echt door Hassan wordt overgeleverd. En hij begint wat woorden achter elkaar te zeggen die samen helemaal geen zin vormen. Gewoon, ja, ik, ja, hier, ik, hier, ja, ik, gekomen, ik. Dus hij was helemaal aan het stotteren. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die de ideale schoonvader is in deze situatie. En inshallah zullen jullie allemaal zulke schoonvaders hebben. Die gaf hem een zetje. Hij zegt, misschien ben je gekomen voor mijn dochter. En Ali ibn Abi Talib, die kon natuurlijk geen antwoord geven, die knikt gewoon. Dus die zegt tegen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dus toen hij nu de ja had gekregen van Ali, zo goed andersom gaat, subhanallah. Dus nu Ali ibn Abi Talib knikt, zegt de profeet, oké, heb je misschien een bruidschat? Ah, daar heb ik niet aan gedacht. Hij zegt, ja Rasulallah, ik heb helemaal niks. Je weet, ik ben arm, hij is ook arm, hij had ook helemaal niks. Pas muhajir heeft helemaal niks. En de profeet, die moet echt bijna alle voorzetten aan hem geven. Hij zegt, ja, je hebt toch zo'n schild die je van Bedr had, toch? Hij zegt, ja, klopt. Subhanallah, van al zijn eigendommen, behalve zijn kleren, heeft hij alleen een schild.
Dus hij zegt, ja Ali, ga dat schild verkopen en breng het maar als bruidgom. Ali ibn Abi Talib, die heeft nu gewoon een soort van groen licht. Hè? Dus die staat op en geen tijd verliezen. Hij loopt met dat schild of hij ging. Subhanallah, hij komt een van de sahaba tegen. Het lijkt dat hij hiervan op de hoogte is. Dus die zegt tegen hem, je wilt het schild verkopen? Ja, ik wil jouw schild wel kopen. Hij zegt, hoeveel is het waard? Hij zegt, 4 dinar, 4 zilverstukken. Dus hij pakt en hij geeft hem 400 dinar. Wie is deze persoon, beste mensen? Dit is niet Abu Bakr, dit is Uthman ibn Affan, de rijke financier van deze umma. Denken jullie dat Ali ibn Abi Talib het ooit zou vergeten? Huh? Degene die bij jou stond, bij jouw huwelijk, gewoon jouw moeilijkste moment, gewoon die push heeft gegeven die je zo erg nodig had. Je weet toch, kan je je nu voorstellen, je wilt jezelf nu een beetje bewijzen als ideale schoonzoon bij je. Jouw schoonvader stuurt jou met, kom maar terug met 4 dinar, je komt terug met 400. Wie heeft jou die zet gegeven? Wie heeft jou die vering gegeven wijze van om zo thuis te komen bij, of om zo weer terug te komen bij de profeet? Het was Uthman ibn Affan. Hij gaf hem 400 zilverstuk. Hij gaf hem 400 dinar. Moet je je voorstellen, dit zou iets zijn wat Ali nooit zou kunnen vergeten. Dus hoe kunnen mensen claimen dat Ali en Uthman elkaar haten? Hoe kunnen mensen dat claimen? Omdat Uthman de khilaf had en niet Ali en weet ik van wat en wat die dingen. Subhanallah. Dunya, laat het maar aan ons over. Dat is niet voor hun. Deze mensen zitten niet in. Die mensen zijn daar. Echt waar. Wallahi, subhanallah. Hoe sommige mensen van die kleine hersenen kunnen hebben. Maar ja, in elk geval. Het is geen aanval naar die mensen hoor. Dus, in elk geval. Ali ibn Abi Talib komt terug. 400 zilverstukken. Bam, neergelegd voor de profeet. Alhamdulillah, kijk. Ik heb dit alles bij elkaar gekregen. En de profeet Mohammed sallam, die begint heel de gemeenschap te mobiliseren. Dus, hij zegt, ja Ali, ga maar parfum kopen. Hij denkt van, ik heb helemaal geen ervaring in parfum kopen. Hij is daar niet in groot geworden. Die man die moet je laten vechten en zo. Die is heel wat anders. Dus Bilal ibn Rabah neemt hem mee naar de markt om parfum voor hem te zoeken. De profeet Mohammed sallam, pakt een beetje van dat geld en geeft aan Abu Bakr as-Siddiq. En hij zegt, koop wat kleren voor Ali. En voor de bruid en de bruidegom. En hij ging naar de markt, Abu Bakr as-Siddiq, ging wat kleren halen. En het geld dat overbleef, hij riep Ummu Ayman en hij gaf dat aan Ummu Ayman. En zij ging de dingen klaarmaken voor het huis en alle benodigdheden voor het nieuwe stel kopen. En je zag hoe in dit gezegend huwelijk van Ali en Fatima, heel de community gewoon ging samenwerken. En zo zie je, een aantal lessen die we eruit kunnen trekken, beste mensen. Subhanallah, el mahr, de bruidschat, moet nooit iets zijn wat ongelooflijk moeilijk wordt gemaakt. Echter, kijk, want dit is iets wat ook irritant en vervelend kan zijn voor de zusters die het voor de 1000ste keer horen. Het is niet de bedoeling, beste mensen, dat jij zegt van hier, Ali ging met 4 zilverstukken trouwen. Nee, dat is niet hoe je, dat moet je nooit zeggen. Moet je ook nooit, is nooit waar je vanuit moet gaan. Nee, dat is niet hoe het moet. Allereerst, ze verdient iets, het is haar recht. Dat heeft Fatima gekregen, ja of nee? Ze heeft haar recht gekregen, ja toch? Ze is geen, ook de dochter van de profeet, die ook voor een makkelijke bruidsvrouw was getrouwd, moest wel iets krijgen. Iets waar zij nota bene mee tevreden was. Dat brengt mij trouwens bij een ander punt dat ik ben vergeten. De profeet natuurlijk moest ook vragen aan Fatima of zij met Ali wou trouwen. En de profeet Mohammed sallam, toen Ali wegging, toen ging hij naar Fatima en toen vroeg hij zijn lieve dochter, ja Fatima, wat vind jij ervan als Ali ibn Abi Talib jouw man wordt? Wil je met hem trouwen? En Fatima, uit die grote, subhanallah, de schaamte die ze had voor de profeet, net zoals Ali, subhanallah, kon ze geen woord zeggen. Haar vader. En haar vader die begreep het natuurlijk. Ze schaamde zich zo diep bij haar vader. Het was gewoon een beetje, ik zeg schamen. Ze was verlegen, dat is wat ik eigenlijk moet zeggen. Dat is het juiste woord. Ze was zo erg verlegen. Het was, subhanallah, en het is een mooie gulug, zeg maar, om dat te hebben. Verlegenheid, zeg maar, of schaamte bij, in dit soort gevallen. Wat is dat? Ja. In dit geval hoop ik, hè? Nee. Geen inshallah. Fatima had in principe een oké gegeven, zonder dat ze veel had gezegd. Dus de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die begreep hieruit dat er een oké was gegeven. En in bruiloft zelf dus, wat de bruidschat betreft, beste mensen, het is een recht die je geeft aan je vrouw. Dat is wat de man geeft aan de vrouw. Het is een recht dat je haar geeft. Niet per se, het is geen borg. Het is geen
Het is geen aanbetaling. Het is niet zo. Je moet het ook niet zien als een financiële transactie. Ja? Echt waar. Wallah, sommige mensen doen echt. Toch, kijk, een vrouw mag vragen. Als jij vermogend bent als man, ja, je hebt geld. Oké. Okay? Een vrouw die mag zeggen van jij bent rijk, dus ik wil wel iets krijgen van je. Dat mag. Kijk, het zou verkeerd zijn en immoreel zijn als die vrouw de man gaat uitbuiten. In de meerderheid van de gevallen doen ze dat ook niet. Ja? Als een vrouw van haar man houdt, of het is een verloofde, zeg maar, ze houdt van haar verloofde. Ze gaat de man niet uitbuiten. Ze gaat niet tegen hem zeggen, geef mij 10.000 euro. Dus dan is het niet oké in haar hoofd. En echt waar, de verhalen die wij erover lezen zijn veel. Maar dat is om één simpele reden. Je leest heel veel verhalen van dingen die fout gaan. Je leest nooit, er komt een vliegtuig oké aan op een vliegveld. Dat gebeurt 1000 keer per dag. Wij lezen het wel als die 1 keer neerstort. Snap je? En die mensen die domme Facebook-posts schrijven, anoniem en al die dingen. Die mensen, dat zijn waar het echt goed fout is gegaan. Dus het is niet dat de meerderheid van de mensen zo is. Ja? Vrouwen over het algemeen, of vrouwen niet over het algemeen, vrouwen hebben recht op hun bruidschat. En dat is islamitisch vastgesteld. En het moet dus iets zijn wat bij haar, laten we zeggen, wat haar eer geeft. Je moet haar eer geven en haar verdiende geven, zeg maar. En aan de andere kant, het moet ook niet te excessief zijn. En dat kan betekenen dat, of dat kan zich vooral voordoen in de bruiloft zelf. Dat je te veel gaat uitgeven om dingen die niet nodig zijn. En even voor de duidelijkheid, ik kom zo bij. En even voor de duidelijkheid, net zoals bij Ali en Fatima, betekent dat niet dat je weinig mensen moet uitnodigen om te besparen op de rekening. Dat betekent dat je misschien die extra's, je hebt niet echt een Lamborghini nodig als je niet kan betalen. Ja? Je hoeft niet te zeggen van ik nodig maar 5 mensen uit, zodat ik een Lamborghini en nog een limousine en nog een ding en nog naar de Bahama's ga en nog 3 maanden op. Dat hoeft allemaal niet. Dat is waar je te ver gaat. Maar dat jij mensen uitnodigt is sadaqa. Net zoals bij de bruiloft van Ali en Fatima. En de bruiloft van Uthman en Ruqayya. En de bruiloft van Uthman en Umm Kulthum. Was het gewoon de sunnah juist om die walima te doen. Die sunnah, daar moet je op focussen. Kan je meer mensen uitnodigen? Nodig meer mensen uit. Maar ga niet juist dingen doen waar je geen geld voor hebt. En dan zeggen, ja, maar ze vraagt een te hoge bruidschat. Nee, dat is haar recht. Ga eerst naar de prioriteit en dan kom je naar beneden. En dan ga je naar de extra's. Heb je nog geld over van een Lambo? Doe maar. Maar het is niet de main thing, zeg maar. In elk geval, Ali ibn Abi Talib en Fatima, die kwamen dus op hun bruiloft toen de profeet Mohammed sallam hun naar huis had gebracht, want dat is wat hij deed. Hij ging samen met ze mee en hij ging een dua voor hen doen en hij ging samen met ze bidden. En hij deed wudu uit een kan. En hij smeerde het water van wudu op het gezicht van Ali en op het gezicht van Fatima. En deed een dua voor hen. En het mooiste nogmaals aan heel deze overlevering is dat het door hun eigen zoon Al-Hassan was overgeleverd. En Al-Hassan, die uiteindelijk een van de grootste namen ook van Ahlul Bayt, een van de grootste namen van de islam überhaupt was geworden, is uit dit gezegend huwelijk geboren. De pure intentie die die twee hadden om voor elkaar te kiezen voor het dien. En daarna een heel bescheiden leven met z'n tweeën hadden geleefd. We zullen inshallah in details gaan treden over het leven van deze twee samen. En hoe ze verder zijn gegaan tot aan de dood van Fatima vooral. Want dat is ook een heel tragisch moment voor Ali ibn Abi Talib. En vooral de details van het huwelijk en hun kinderen. Ali ibn Abi Talib en Fatima zijn een voorbeeld voor veel mensen van ons. Zowel die zijn getrouwd als die willen trouwen of wat dan ook in omgang. In bescheidenheid, in zuhd, in van alles, subhanallah. En in alle akhlaq die zij daarin meenemen. De profeet Mohammed sallam, nadat hij een dua had gedaan voor hun, liet hij ze achter in het kleine huis dat voor hen was ingericht. Hun huis, waar de spullen die erin zaten, werden ingekocht door de gemeenschap. Beste broeders, het is ook iets. Gaat een goede vriend of een goede vriendin van je trouwen, probeer elkaar te helpen in dingen waarvan je weet dat het nodig is. Ze hadden een soort bed voor hun gehaald. Ze hadden een, het werd beschreven als 2 stenen waarmee ze graan konden of tarwe konden malen, zeg maar, om meel van te maken. Ze hadden een kan voor hen gekocht en ze hadden een houtstuk voor hen gekocht dat ze als kapsel konden gebruiken, subhanallah. En ik had wel gehoord van een aantal broeders van de da'wa in,
denk van Engeland of Amerika, ik weet het zeker. Ze waren een reconstructie aan het maken van het huis van Ali en Fatima. Omdat het zo simpel was. En subhanallah, nogmaals, omdat ze zo arm waren, hebben ze bijna alles gekregen van de gemeenschap om hun heen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons herenigen met deze helden in de Jannah. Mogen Allah ons het meeste laten leren van hun leven en het beste van kunnen volgen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons tot de niveau van deze mensen of in hun akhlaq doen brengen. Amin. Ya Rabbil Alameen. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alameen.